is het toeval dat je moeder je opbelt net als je aan haar denkt. Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, wie van jullie heeft het al eens meegemaakt? Dat je aan iemand denkt en dat hij dan net belt. Of dat je iemand pas leert kennen en dat dan blijkt dat jullie op dezelfde dag jarig zijn. Of dat je een liedje in je hoofd hebt, de radio aanzet en dat dat dan net speelt. Het zijn voorbeelden van toeval die we wel allemaal kennen, maar er zijn ook mensen die zeggen dat toeval niet bestaat. Hoe zit dat dan? Ja, het begrip toeval is tegelijkertijd fascinerend en verwarrend. Ideaal voor mij als filosoof. Het is ook een onderwerp dat denkfouten uitlokt. En die denkfouten wil ik graag bestrijden. Maar goed, laten we dan beginnen met de vraag: wat bedoelen we precies met toeval? Toeval betekent dat er twee gebeurtenissen waartussen geen oorzakelijk verband bestaat, samenvallen op een manier die wij opmerkelijk vinden. Het bestaat dus essentieel uit twee componenten. Er is het willekeurig samenvallen van de gebeurtenissen in de wereld en het feit dat wij mensen dat opmerken. Het is een co-productie tussen de wereld en de mens. Nu, de kans dat gebeurtenissen samenvallen, die kunnen we berekenen aan de hand van een statistisch model. Je zou kunnen opzoeken hoeveel liedjes er in de playlist zitten van een radiozender, hoe die verdeeld zijn. Je kan ook onderzoeken hoe vaak mensen aan muziek denken en hoe vaak ze de radio aanzetten. En dan kan je een kans berekenen. Maar zo'n berekening zegt enkel iets over die eerste component. Ja, het begrip toeval is niet te reduceren tot wiskunde. Dat is ook een kwestie van psychologie en filosofie. En aangezien filosofie mijn vakgebied is, zal ik het vandaag vooral hebben over die tweede component. Nu, iemand die net zo gefascineerd was door toeval als ik, dat was de Nederlandse schrijver Gerrit Krol. Ik haal er even een roman bij van hem, want daarin schreef hij namelijk: wie zich verbaast over het samenvallen van twee gebeurtenissen, mag zich verbazen over zichzelf, waarom hij juist die twee gebeurtenissen heeft uitgekozen. Gerrit Krol was ook gefascineerd door het verhaal van de Zen-boogschutter. Nu, dat was een monnik die geblinddoekt schoot op houten planken van op meters afstand en toch zaten alle pijlen in de roos. Ja, nu moet ik er jullie wel bij vertellen dat het zijn leerlingen waren die de roos rond de pijl schilderden nadat hij in het hout was geschoten. Dat dan weer wel. Maar bij dit verhaal is het duidelijk dat het verband, ja, de roos, pas achteraf werd gemaakt en dat het daardoor misschien achteraf lijkt alsof er maar één mogelijkheid was. En dit verhaal zet ons eigenlijk op weg naar een verklaring waarom wij mensen toeval ervaren. Ik heb al een beetje aangegeven dat het een samenspel is tussen statistiek en cognitieve factoren en ook denkfouten. Nu, om die denkfouten te kunnen voorkomen en op te sporen, moeten we ze eerst leren herkennen. Daarom ga ik 5 factoren benoemen. Ten eerste, er gebeurt ontzettend veel in de wereld. Ja, dat is de wet van de werkelijk grote aantallen. En statisticus Fisher zei hierover: als je maar vaak genoeg herhaalt, dan zal ook een kans van 1 op 1 miljoen ongetwijfeld gebeuren met niet meer en niet minder dan de verwachte frequentie, hoe verrassend we het ook vinden als het ons overkomt. En dat brengt me bij de tweede factor, het selectie-effect. Want ja, er gebeurt veel in de wereld, maar wij selecteren dingen die ons persoonlijk aanbelangen. Wij zijn het eigenlijk die de roos rond bepaalde combinaties maken. Een voorbeeld. Het is perfect normaal dat er mensen zijn met dezelfde verjaardag. Want er worden veel meer mensen geboren dan dat er dagen zijn in het jaar. En toch, als wij iemand tegenkomen die onze verjaardag deelt, vinden we dat heel bijzonder. Maar je zou het eigenlijk ook eens van de andere kant kunnen bekijken, wat ons allemaal niet opvalt. En daarvoor ga ik inspiratie halen bij een andere schrijver, namelijk Milan Kundera, en wat hij schreef in De ondraaglijke lichtheid van het bestaan.
Ons dagelijks leven wordt gebombardeerd door toevalligheden. Juister gezegd, door toevallige ontmoetingen met mensen en door gebeurtenissen die men coïncidentie noemt. Coïncidentie betekent dat twee onverwachte gebeurtenissen tegelijkertijd plaatsvinden, dat ze elkaar treffen. En iets verder, het merendeel van zulke coïncidenties valt ons helemaal niet op. Met andere woorden, als wij toeval ervaren, dan zien we die eerste wet, de wet van de werkelijk grote aantallen, over het hoofd en staren we ons blind op een selectie die we onbewust zelf maken. Het is een vorm van tunnelvisie. En die eerste twee factoren worden nog versterkt door een derde, het tolerantie-effect. Bij toeval moeten er dingen samenvallen, maar we gaan daar nogal los mee om. Het moet niet precies hetzelfde zijn en het moet niet exact op hetzelfde moment gebeuren. En daardoor neemt de kans op een treffer enorm toe. Wanneer was het dat je aan je moeder dacht? Was dat een minuut voor ze belde? Of een uur ervoor? Of nog eerder? En dacht je toen enkel aan haar of ook aan je vader, een broer, een zus? Ja, je ziet vooraf waren er meerdere verbanden mogelijk. Maar eens je de roos hebt geschilderd, is dat gemakkelijk vergeten. Nu, waarom vinden we het dan blijkbaar zo moeilijk om te aanvaarden dat er dingen willekeurig gebeuren? Om dat uit te leggen, moet ik beginnen met te zeggen dat het natuurlijk mogelijk is dat er tussen gebeurtenissen een oorzakelijk verband is. Of dat ze een gemeenschappelijke oorzaak hebben. Bijvoorbeeld, het zou kunnen dat de reden waarom je aan je moeder dacht dezelfde is als die waarom zij jou belt. Bijvoorbeeld iets dat die ochtend in het nieuws was. Ja, dan is het geen toeval. Dus het is goed om daar alert voor te zijn. Maar bij toeval zijn de redelijke mogelijkheden voor dit soort echte verbanden op en blijven we toch maar verder zoeken. En ja, de reden dat we dat doen brengt me eigenlijk bij het vierde principe. Wij mensen zijn namelijk vatbaar voor patroonzucht. Ja, we zijn heel gevoelig voor patronen, dat is een goede eigenschap. Maar we overdrijven daar ook in, we overinterpreteren patronen. En zo komt het dat we bijvoorbeeld in de achterkant van een fietsstoeltje in dat patroon een verband leggen en een soort gezicht kunnen zien daarin. Of dat je een schelp vindt met een patroon van gaatjes erin en daardoor doet je dat denken aan een spook. Dus dit soort verbanden die wij spontaan trekken, dat is eigenlijk ook wat er gebeurt bij toeval. En de reden dat we dat doen, heeft een evolutionaire verklaring die ruwweg als volgt gaat. Stel je twee mogelijke voorouders voor. Ze zien allebei een onduidelijk patroon in de struiken. En de eerste legt het verband met een gevaarlijk dier en loopt weg. De tweede trekt dat verband niet en blijft staan. Nu, het is heel plausibel dat die eerste nogal vaak onnodig is weggelopen. Maar als die tweede niet is weggehold toen daar echt een gevaarlijk dier zat, dan heeft die het niet lang overleefd. En daarom is het waarschijnlijker dat wij allemaal afstammen van voorouders van het eerste type. En dat komt omdat het voordeel van het correct identificeren van een patroon meestal groter is dan het bijbehorende nadeel van vals positieve. En vals positief wil hier zeggen dat je een verband ziet waar er in werkelijkheid geen is. Met andere woorden, precies wat ons overkomt als we toeval ervaren. Nu heb ik al vier principes benoemd. Toeval kan ook nog te maken hebben met een vijfde element. En dat is, het kan een uiting zijn van wensdenken. We willen zo graag een patroon zien, een verband leggen, dat we het ook gaan geloven tegen beter weten in. En mensen die vatbaar zijn voor spiritualiteit of magisch denken, die rapporteren ook vaker toeval en ze zien dat dan echt als iets miraculeus. Nu, als wetenschapper keur ik magisch denken af. Maar ja, maar goed, wat moet je dan doen als mens, terwijl er je toch dingen blijven overkomen? Hoe moet je daar dan mee omgaan? Het is helemaal eigen aan de mens om daar
verhalen rond te maken. Dus in die zin herken ik wel dat toeval een deel is van ons mens zijn en te maken heeft met het zingeven aan ons bestaan. Dus voor alle duidelijkheid, hoewel ik erop uit ben om denkfouten die ons misleiden mee uit de wereld te helpen, is het niet mijn bedoeling om toeval helemaal uit te bannen. Dat kan trouwens niet, maar dat is ook niet nodig. Ik geef een voorbeeld. Stel, je zit op de trein naast een onbekende. Als je niet met die persoon praat, dan kom je er natuurlijk niet achter dat jullie misschien dezelfde verjaardag hebben of dat jullie een zeldzame hobby delen. Als je wel met die persoon praat, dan ga je automatisch op zoek naar aanknopingspunten, gemeenschappelijke interesses of ervaringen. Dus openstaan voor deze vorm van toeval is verbindend en onschuldig. En er is meer. Toeval is ook een belangrijke bron van creativiteit. Van de Gentse neuzen, ja, de Cuberdon, wordt bijvoorbeeld verteld dat die toevallig ontstaan zou zijn. Toen een Gentse apotheker een van de siropen fout bewaarde, zodat er een korstje rondkwam, terwijl het binnenste nog vloeibaar was. Ja, de hele kunst is dan om iets waardevols te zien in deze nieuwe, toevallige combinatie. Als we het nu zo nog eens allemaal terug bekijken, dat begrip toeval, het blijft toch iets paradoxaal hebben. Ik ben begonnen met te zeggen dat er bij toeval dat het gaat om gebeurtenissen waartussen geen dieperliggend verband is. Maar als je zelf iets toeval noemt, dan geef je net aan dat je wel een interessant verband ziet. Met andere woorden, je bent eigenlijk aan het zeggen dat je niet gelooft dat die eerste voorwaarde, dat het allemaal willekeurig is, voldaan is. Want je ziet wel een verband. Dus dat paradoxale dat blijft toch eigenlijk wel aan dat begrip kleven. En omdat het zo verwarrend is, hebben we er in de wetenschap voor gekozen om andere termen te introduceren. Willekeurige gebeurtenissen noemen we stochastisch. En als stochastische gebeurtenissen dan samenvallen, dan kunnen we, net zoals Kundera, spreken van coïncidentie. Maar ja, goed, in het dagelijks leven blijven we toch maar met dat verwarrende begrip toeval zitten. En ik heb het hier nu met jullie wel proberen analyseren, maar ik denk dat het een fenomeen is zoals een regenboog. Ook dat is een fenomeen dat we blijven ervaren, ook als we het ontleed hebben. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat jullie onthouden dat toeval niet betekent dat er iets magisch gebeurt in de buitenwereld, maar dat wij het zijn die die extra verbanden en de betekenis en de zin daaraan geven. Dus, wat is nu het antwoord op de vraag? Als iemand je belt net op het moment dat je aan die persoon denkt, is dat dan toeval? Wel, ik zou zeggen, hoe meer je geneigd bent te zeggen dat kan nu geen toeval zijn, des te beter het een voorbeeld is van toeval. Bestaat toeval dan? Ja, wel degelijk. Want er gebeurt heel veel in de wereld waar niet allemaal een direct verband tussen is. En het ligt in onze aard om toch naar verbanden te zoeken. Dus mijn conclusie is dat toeval bestaat op dezelfde manier zoals sprookjes bestaan. Wat er in die verhalen verteld wordt, is niet waar. Maar het is wel waar dat het verhaal bestaat en dat verhalen een heel reële invloed op ons hebben. Dank.